Voor Currents hebben wij 13 academies bezocht in België, Nederland en Duitsland. En dan vanuit die bezoeken hebben wij 7 kunstenaars geselecteerd. Hebben we die 7 kunstenaars ook opnieuw bezocht in een atelier. En is er doorheen de maanden een dialoog ontstaan tussen ons en hen over het maken van nieuw werk en selecties van bestaand werk. En dat allemaal samen is tot het resultaat te komen van de tentoonstelling nu bij Z33. Wat voor ons heel fijn was, is dat wij vanaf het begin echt de vrijheid hebben gekregen van Z33 en Maris om de tentoonstelling voor te bereiden zoals we die wilden voorbereiden, namelijk zonder vooropgesteld concept of plan, maar ons helemaal laten leiden door de kunstenaars die we zouden ontmoeten en laten sturen door die ontmoetingen en die gesprekken en dat de tentoonstelling zo kon vorm krijgen. Doorheen het proces hebben we ontdekt dat toch een lijn die hen allemaal connecteert, dat het archief is. En dat hoeft niet altijd het archief in de meest letterlijke zin te zijn, maar dat kan ook zijn ons algemeen archief van ons allemaal, de beelden waarop dat we allemaal teruggrijpen, dat we mee vertrouwd zijn. Maar dat kan ook zijn het archief van het medium. Wat is er voor u gebeurd als kunstenaar? Vanuit welke lijn start uw medium? En we zien dat die kunstenaars allemaal op hun eigen manier daarmee omgaan en die dialoog uitzetten binnen hun praktijk. We zien dat ook echt als een hele grote metafoor, het archief, een soort rustplek, een veilige cocon. Iemand als Jonathan de Maier bijvoorbeeld is iemand die heel vaak reist, die fotografische opnames doet met zijn eigen camera en daar een verzameling aan beelden opbouwt om dan later daarmee aan de slag te gaan. Justine Koer bijvoorbeeld, die afstudeerde à la camera, zij is heel sterk geïnteresseerd in fictie, in films, bijvoorbeeld de horror van Dario Argento, de avant-garde films van Cocteau. En zij vertrekt vanuit die beeldtaal en zij zoekt hoe dat ze die kan omvormen van het medium van film naar het medium van keramiek. Dus bij haar gaat het niet om een letterlijk beeldarchief, maar eerder om een collectief geheugen en hoe dat zich kan transponeren naar een compleet ander medium. En op die manier een verfrissende blik geven op films en werken uit de jaren 60 en 70. Israel Aten, een Amerikaanse kunstenaar, afgestudeerd aan de Academie van Düsseldorf, is iemand die in zijn praktijk verschillende media gaat combineren. Schilderkunst, sculpturen, installatie, heel ruimtelijk werk gaat maken, een soort totale installatie. En daarbij referenties opneemt naar de westerse kunstgeschiedenis, maar ook naar de Egyptische cultuur en geschiedenis, bijvoorbeeld hiërogliefen, Arabische tekens. Dus hij gaat eigenlijk verschillende eeuwen, tijden, plaatsen in de wereld gaan vermengen tot een hoogst eigen beeldtaal om uiting te geven aan zijn positie als kunstenaar. Nama Rood zij vertrekt vanuit hoe het feit dat bepaalde technologie nu al, na 10, 20 jaar, er al bijna uitziet als een relict, als een soort van archeologie. En ze gaat die versterken door die uit elkaar te halen en daar bepaalde echte letterlijke archeologische elementen met referenties naar Babylon, met referenties naar Troje aan toe te voegen. En het is ook een spel voor haar tussen de high-tech van een LCD-scherm en dan de low-tech van het do-it-yourself, van zelf een aantal ingrepen te doen zonder dat je nood hebt aan hoogtechnologische middelen om tot dat resultaat te komen. Als ik nu door de tentoonstellingsruimte loop, nu het allemaal opgebouwd is, en het proces zie van een aantal maanden geleden dat we al die kunstenaars zagen in een afstudeertentoonstelling en nu in een museale context, dan voel je toch echt dat ze er echt allemaal staan. En ik denk dat die kracht de tentoonstelling haar sterkte geeft.